Dat kan. Ik zal het even filmen, dit proces. Nee, toch. Kijk, deze wordt wat onderin ietsjes rommelig. Met name hier. Dat, op zich valt het ook wel mee, hoor. Kijk, deze kan vorm iets krachtiger. En hier, ja, nou, ik vind ze beide in die zin wel wat hebben. Hier laat je deze blauw, laat je hem meer in die rood doorschemeren. En hier hou je het een beetje als een afgebakende vorm, zeg maar. Waardoor dat in die zin wat helderder wordt. Maar het wordt er ook iets minder landschappelijk van. Want wat is het voor een rode vlek die zich zo laat omsluiten door het blauw? Dan heb je hier een soort meer eenheid in. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Ja, nou, we zien bij wat. Het is ook lekker gerommeld. Het thema is spelen in het landschap. Zichzelf laten vormen. Ook dit landschap laat zichzelf vormen. Dat is viezig. Het is nog een beetje viezig. En nogmaals, je moet nou die contrasten wat duidelijker erin durven zetten. Bijvoorbeeld zo'n, ik vind altijd het mooiste, die hele donkere stukken naast het oog. Erin, dan krijg je ook dat die diepte in het erin komt. Turner-achtige. Nou, moet kijken, als je door het dingetje heen kijkt, Hilda. Ja. Ja, wel leuk. Wacht het toch? Ja, dat is leuk. Ja. Nou, zeg. Dan moet je even wapperen. Dan horen we jou even. Oh, sorry. Corrie is er. Je bent op hetzelfde doekje begonnen. Allemaal inspiratiebron. Ja, maar dat valt wel niet neer. Je bent uit het hoofd.